is toch voor een voorzet, maar die komt niet aan. Kai Velda! Oh, 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 wat een begin! Wat een prachtig doelpunt! Schitterend in de linkerbouw voor Kai Velda! Oh, 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 wat is dit mooi! Wat is dit mooi! Prachtig, even het paasje terug. En Kai Velda bedenkt zich geen moment. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 16. Oh. Kai Velda kan er gaan schieten. Oh. Prachtig schot. Oh, 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 oh. Kai Velda gaat schieten. Oh. Schiet daar ook maar net naast. En volgens mij een keurige beweging. Oh. Kai Velda. Mooi is eruit. Mooie bal daar op Ali Akhlak. Kai Velda. Mooi is eruit. Aan de linkerkant. Ali Akhlak. Kai Velda gaat schieten. En schiet de 4-0 binnen. Daadwerkelijk een fantastisch veldspel van DVS. Komt de bal uiteindelijk bij Kai Velda terecht en die noteert de 4-0 vanmiddag hier tegen Spakenburg. Robert de Vries kan daar de bal geven aan Kai Velda. Kai Velda gaat schieten en die schiet hem fantastisch binnen. 1-0, DVS 33 in de derde minuut. Ali Akhlak, samen met nog een paar. Hij paast hem op Kai Velda. Kai Velda! Schitterend doelpunt, Kai Velda! Dat kan niet! En Ali Akhlak, die weet dat je zo'n balletje eventjes in de voet van Kai Velda moet plaatsen. En die neemt die bal zo ongelooflijk mooi op de breef. Een schitterend doelpunt van DVS 33. Prachtig uitgespeeld. Gaat in het strafschopgebied. Ali Akhlak, hij geeft hem mee en neemt in je stad. Maak Arend scoort! Ja, ja, wat een prachtige combinatie! Kai Velda die hem zo subtiel op Maik Arend tikt. Een prachtig uitgespeeld doelpunt. Natuurlijk door die schitterende loopactie van Ali Akhlak. Die komt het strafschopgebied in. Paast hem op Kai Velda. En Kai Velda heel subtiel meegeven aan Mike Arends. Wat een schitterend uitgespeeld doelpunt. AC weer. Balbezit. Ties, maar die houdt het niet lang. Via Edmund Mijnheer naar Joran van Zanten. Yassin Koert. Mike Arends. Goed lopende combinatie daar bij DVS. Yassin Koert. En daar, wie komt daar? Ja! Wat is dat? Beslissing! Het is een penalty! Heeft de bal aan Kai Velda, gaat schieten. En die... Oeh! Keeper kan daar zich strekken in de hoek en pakt die bal van... Zal heel slim moeten combineren, willen ze het HHC moeilijk maken. En nu ruimte. Kai Velda! Schiet daar, maar man. Mooie combinatie daar met Kai Velda. Kan hij de keeper daarheen? Ja, hij kan. Maurice de Ruiter scoort de 1-0.
eerst even leek het op het randje van buitenspel, maar Mike Arends kan daar Maurice in scoringspositie brengen. En Maurice maakt de 0-1 voor DVS. Goeie bal daar op Ali Akla. Kijk of hij die bal achterin kan gooien daar. Hij staat bij. Wat jammer. Keivel daar met de corner. Brengt de 16 meter binnen en dan kopt Ali Akla de 0-4 binnen. Kai Velda met een schot. En die schiet hem fantastisch binnen. Kai Velda. Ontzettend mooi schot. Echt kwaliteit van Kai Velda. Als hij een doelpunt maakt, is hij altijd mooi. En wat is deze mooi om hier op 0-1 voorsprong te komen. Tegen Rijnsburg in Rijnsburg. Schiet hem in de handen. Keeper laat hem los. Vasil Camara's. Camara staat bij de tweede paal en scoort de 2-1. Het ziet daar Kai Velda vertrekken en die kopt daar de bal heel mooi over keeper Steinman. Wat een subtiele bal. Daar voor de voeten van Harry Pinacci. Schot! Yo! Kai Velda, hij was er weer rijp. 16. Kai Velda kan hij gaan schieten. Prachtig schot. Mike Arends was dat natuurlijk, die voorzette. Pinacci. Hoog tempo wat DVS 33 hanteert. En ja, en daar valt al het eerste doelpunt. Ali Akla. Bal is hard, houdt bam. Keurig binnen. Oh, en wat een fantastische goal. Goed doorgaan van David van de groep. Kai Velda noteert hier de 4-0.
Komt die corner, kijk of die goed is. Jo, dus gaat dan iedereen voorbij. Kai Velder kan die bal hier achterin oppakken. Heeft de bal aan David van de Groep. David van de Groep. Kai Velder. Gooit die bal in de 16 meter. Achterin is dan Mike Arends. En daar pakt de keeper die bal. Of gaat die bal gewoon naast? Robert de Vries. Ali Akla. Kai Velder, mooi gevoeld. Kan hij gaan schieten? Schiet hij daar net over de goal van keeper Hogedoren. Van de Kamp weer. Kai Velda, keurige bal op Christian van de Kamp. Gaat schieten. De bal gaat net een metertje naast. Goeie aanval van DVS. Dat kan niet. En geeft hem mee aan Roland de Vries. Tikt hem terug. Kai Velda. Joran van Zanten. Kai Velda. Wat gebeurt daar? Oh, Christian van de Kamp, maar de keeper. Mike Arends, mooie lichaamsbeweging. Christian van de Kamp, Kai Velda, Mike Arends krijgt die bal terug. Moet gaan scoren. En dat doet hij. Prachtige aanval van DVS 33. Zo komt DVS in de 30e minuut van deze wedstrijd op een 1-1 gelijkspel. Doelpuntenmaker op aangeven van Kai Velda, Mike Arends. Mooie paas Ali Akla. Heel mooi meegegeven naar bal! Wat een schitterend doelpunt! Wat een prachtig hakje van Yassin Koen, dacht ik, op Kai Velda. En dan komt hij daar weer met zijn handelsmerk. Met een werkelijk schitterend schot in de rechterbovenhoek. Prachtig, prachtig, prachtig. Maar toch komt de bal bij Kai Velda. Niet meer bij je. Oh ja, prachtig. Oh, wat een aanval. Ja, en dan nemen we uiteindelijk de 1-0 voorsprong op. Wat een heerlijke aanval van DVS. Ingeleid natuurlijk door die snelheid met de bal aan de voet van Maurice de Ruiter. Die combinatie aanging met Kai Velda. Heel erg mooi. En hij kreeg hem weer terug, Kai Velda, van Maurice de Ruiter. En hij kon hem heel makkelijk intikken. 1-0 voorsprong uiteindelijk. Toch verdient tot nog toe.
Kai Velder. Aanloop. Schot. Prachtig schot en wat een goal! Ho, ho, ho. Kai Velder. Ja, ja, ja. Mooi voorbereid daar aan de rechterkant door Joran Pot. Komt die bal voor de voeten van Kai Velda. En die schiet hem keurig in de hoek. Zo komt DVS in de 38e minuut van de tweede helft op een 4-1 voorsprong. En dat is gezien het wedstrijdbeeld absoluut terecht. En zo doen ze op dit moment de wedstrijd op slot. Gevaarlijke man in de eerste helft zo af en toe. Roemion, nummer 14. Trommelt zich daartussendoor en weet ook nog de vrijstaande Pinacci te bereiken. Die legt hem breed. Ja, dan is het een intikketje. Wel een mooie goal van DVS 33. Kai Velda. Hij is de doelpunt te maken en zet een 0-1 op het scorebord. Een tegenvaller voor IJsselmeervogels. Zoals ik net zei, natuurlijk die koppositie verdedigen. DVS doet nog goed mee in de periodetitel. Hier gaat Pinacci het 16 meter gebied in. Dat was heel veel vrijheid. En de schuiver van Velda zet een 0-1 op het bord.